Oude jongelui. Leuk dat jullie kijken. 1,90 en 3. Ja. Wat? Nee, moesten van de mensen eerder bij kandidaten komen. Oh, ja, nee, lullen. Nee. Ja. Nee, was dit te vroeg? Oh. Ja, dat was okay. Te vroeg. En ik mocht eerst deze keer. Ik mocht eerst. We gaan op zoek naar, nou, zeg jij het maar dan, Martijn. Jij weet compacte het, power sedans. Power sedans. Dus niet categorie M5 en E63, maar het maatje eronder. Zeg maar wel met 8 cilinders. Ja, hoeft voor mij niet nee, per se. Nee, dus het is wel gaaf. Ja, en we hebben een budget vastgesteld waarbij het automatisch volgens mij ook op een V8 komt. Wat zeg maar een soort van toevallig is. Want de huidige M3, eigenlijk de vorige generatie M3, die had natuurlijk een 6 in lijn weer. Alleen die zijn nog best prijzig. Ja. Ga je niet redden voor de 35 die we onszelf vandaag hebben opgelegd. En voor 35.000 euro, dat is geen scharig budget. Ik bedoel, het is sowieso een hoop geld natuurlijk, maar ook geen scharig budget voor dit type auto. Dit zijn niet de goedkoopste exemplaren dan, dat je er net te hakken nee, over de nee, sloot. Voor 10 minder of zo stap je al in. Maar ja. Dan, ja. Voor, ben je... De goedkoopste van de marktplaats, dat is zelden een goed advies. Maar wel leuk. Ja, toch? Ja. En allemaal feeders. Dat is ook toeval. Nou ja, power sedans. Sedan, ja. Ja, ja, ja. Weet je, dus we de hebben... meeste kandidaten zijn er ook als coupé, of als station, of als cabrio. Er is keuze. Ja. 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 Dat is waar. Zal ik de kandidaat der kandidaten erin gooien? Dan maar. Dat is niet de M3, die heb jij al. Namelijk de C63 Mercedes C63 AMG. Zo Mercedes-Benz C63 AMG. Dat is de officiële naam. De W204 is dat. Moet altijd even nadenken over die typecodes, modelcodes van Mercedes-Benz. Ja, de C63 AMG. Dat was de eerste die werd gelanceerd. Die ook echt het made a splash indruk gemaakt. 6,2 liter grote V8. Atmosferisch nog echt een groot blok voor zo'n auto. Echt huge. Ik bedoel, prima voor in een S-klasse. Is het ook al groot eigenlijk. Meer dan 6 liter slagvolume. Amerikaans groot. Ook een beetje Amerikaans aanvoelend en klinkende V8. Gewoon echt dat hameren. Waanzinnig ding. 457 pk, 600 Nm koppel. Is er ook wel in heftigere versies geweest. Dus met de performance pack kreeg je wat meer pk, dus 30 pk erbij. Of als 507, dan had hij er raad eens. Ja, 507 pk. Een paar dingen waar je op moet letten, mocht je er één willen. Ons advies is, ga voor een exemplaar met een spare differentieel. Dat maakt het echt leuker rijden. Dat is optie code, moet ik even spieken, 471. Zat voor de facelift in de performance pack. Er zat ook er zat wat meer pk's bij, maar ook Alcantara stuur en nou ja, al een grotere remmen. En ik veel geitenleren penis ding voor je versnellingspook, weet ik wat er allemaal in. Allemaal onzin. Maar je wil wel het spare differentieel, weet je, voor een potente achterwielaandrijver biedt dat zoveel meer. Aandachtspunten, ja, die zijn natuurlijk zat bij dit soort auto's, maar hou het beperkt tot even de belangrijkste. Draagarme voorzijde wil je wel eens een beetje slopen. Dat is meer een slijtageonderdeel bij moderne auto's dan dat het echter maar een defect is. En de kopbouten die kunnen corroderen. En dan kan de kop loskomen. Dan krijg je water en olie bij elkaar. Niet goed voor de motor. Kettingspanner, ook weer zo'n aandachtspunt. Ook niet goed voor de motor. Dus daar moet je helemaal scherp op zijn. Maar wel, wat een animal. Ooit. Op een gegeven moment Paul Vlasbom, onze driftking, die wilde dan ook wel een rondje driften. Hij zei, ja, ik ben op de Hockenheimring was het volgens mij. En hij gaat de dingen als, ja, Mercedes, man, automaat, nou ja, hij was meer een BMW-man. Nou, hij joekelt dat ding rond en... Op een gegeven moment dacht ik ook van jongens, volgens mij moet je nu even kappen. De cameraman van destijds was erbij ingestapt. Volgens mij moet hij nu stoppen, anders blijft er geen band meer over. Nou, dat was ook zo. Dat is gewoon letterlijk het staal kwam eruit zetten. Dat hebben we nog staan afknippen. We hebben de grond gebeld om te kijken of er een bandenboer open was en die banden kon wisselen. Was niet zo. En je moest er nog mee terug. Moest er nog terug van Hockenheim naar huis. Het verhaal wordt nog veel erger trouwens. Dat hebben we nog niet eerder verteld, maar het is niet en plein publiek. Dus naar huis en op een gegeven moment begon het te regenen. Ja, het was echt zeg maar, zo'n klein heuveltje op. ESP ingrepen omdat hij gewoon tractie verloor. Zo.
ah shit, we moeten zo snel mogelijk Nederland in. Dus ergens doorgestoken. En dan heb je zo op en kan je nog redelijk rijden als het regent. En een beetje beleid. Je kent ons. We zijn al zo voorzichtig. Thuis aangekomen, allemaal veilig aangekomen. Toen werd ik de volgende ochtend wakker. Kijk uit mijn raam. Is die auto weg? I kid you not. En wat was er gebeurd? Destijds nog de nieuwe C-klasse navigatiesysteem was gewild. Was er ingebroken. Maar echt ook gewoon, bedoel, ik was midden in de nacht thuis. En ik was redelijk vroeg weer wakker. Dus in een korte tijdspanne, de auto had niet al eerder daar voor de deur gestaan. Dat is echt een soort toevalstreffer. Navi eruit gejat. Maar ja, hij stond dus met ingeslagen raam daar. Dus de politie had hem weggesleept. Dus de politie had hem weggesleept. Dus het was, ja, het was een fijn telefoongesprek met Mercedes-Benz. Waar ze heel sportief reageerden verder overigens. Ja, het is even weg de auto. Nou, toen uiteindelijk was die weer opgedoken. Ging ik hem inleveren dus met compleet kale achterbanden. En nou ja, missende Navi, ingeslagen raam. Het is ook wel de ergste keer dat ik een... Verder, ik bedoel, we hebben velgjes en gesloopt en een parkeer met inparkeren wel eens een kras ergens opgemaakt. Maar dit is het ergste wat ik tot nu toe heb gedaan. Even afkloppen op hout. Maar wel blijvende indruk gemaakt, die C63. Ja, wel. Ja. Ja, dat is wel. Nee, het is zo mooi. Ja, heerlijk apparaat. Ja, zo mooi. Absoluut met je. Wil jij nu over je M3? Ja, ja. Nou, ook een auto waar je Paul Vlosblom in te keer hebt laten gaan. Herinner ik mij ook nog een video van voor mijn tijd voor. Ben je van de industrieterrein in aanbouw? Ja, in Uden volgens mij. Linksom, rechtsom, korte drifts, lange drifts. Ja, 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 die banden gingen het ook niet zo heel goed. Nee, viel mee. BMW was daar toen destijds wat minder sportief in. Alle vierde banden moeten vervangen worden. Nou, als er banden moeten worden vervangen, is alleen achter. Voor heeft ze echt niet geleden. Maar goed, jij... Ja, jouw verhaal, hè? Net al, 190 M3. Hè? Ja. Fantastische S65 V8. 4 liters. Feitelijk gewoon de V10 uit de E60 M5, waar ze twee cilinders afgechopt hebben. En wat andere aanpassingen. Toerenbegrenzer op 8400. Echt. Atmosferische 4 liter V8 met 8400 toeren. Waanzinnig, hè? En dan 420 pk. Wel een beperkte 400 Nm tegenover de 600 van die C63. Ja. In de praktijk deden ze niet echt onder voor elkaar. Nee. Leverbaar met handbak, in tegenstelling tot die C63. Waar ik wel moet zeggen, de tegenhanger van de handbak was de optie DCT met 7 versnellingen. Die handbakken van BMW, ze voelen altijd alsof ze niet snel stuk gaan. Maar ze voelen ook alsof ze niet snel stuk gaan, zeg maar. Terwijl, je moet er wel een beetje voor werken, zeker als ze koud zijn. Ja. Terwijl die DCT is natuurlijk fantastisch. En die, wap, wap, wap. Het enige rare vind ik dat ze die hebben ze zo geprogrammeerd dat hij dan in de sportstand alsnog... klappen in de aandrijflijn geeft. Ja. Dan zijn ze eindelijk van die klappende SMG af en doen ze dit erin. Sportief, jongen. 4,8 seconden naar de 100. 1/10 meer voor de handbak. Moet je wel je best doen. En begrensd op 250, zoals ze toen deden. Ja. Er was ook een CRT-versie. Feitelijk een 4-deurs GTS. Met een 4,4 liter versie van die motor. Raar dat ze daar een hele andere motor voor gemaakt hebben. Als dat volgens mij ook weer de basis geweest voor die GT4 motor die ze voor de M3 en de Z4 en zo hebben gebruikt. Ja, ja, en, klopt. En daar zijn er maar 67 van gemaakt. Dus die staan bij mensen in collecties, et cetera. Dat is gewoon een obscenium voor de gewone sterveling die graag een beetje hard rijdt. Ja. Aandachtspuntjes hebben er ook een paar voor. Heel bekend probleem, wordt veel over gesproken, de lagerschalen. Hoe hard iets slijten, daar is heel veel discussie over. Een beetje wat mensen aanhouden is 100.000 als adviespunt voor vervanging. Het probleem is, als je een auto gebruikt koopt, je weet niet of dat gebeurd is, of het goed gebeurd is, et cetera. Dus veel mensen die zo'n auto kopen, die kiezen ervoor om dat dan maar meteen te laten doen. Ja, zeg maar, ik heb even gezocht tussen de 1500 en 2000 euro. Beetje afhankelijk van een specialist, of je een maatje van je dat in de vrije tijd na de basiswerktijd doet, et cetera. Je kunt ook een stukje van je olie eruit zuigen of bij het verwisselen aftappen. Ja. Dat opsturen en dan kunnen ze onderzoeken hoeveel ijzerdeeltjes erin klein zitten. Een klein slokje nemen en dan kijk, goed smaakt, gorgelen en als er glimmende deeltjes tussen je tanden zitten, dan... Maar ja, het is aan jezelf. Laat je dat meteen na aankoop doen. Koop je er een waarbij het gedaan is, et cetera. Er zijn wat opties te bedenken, maar... Het is wel grappig. Ik denk dan, dat zou ik meteen doen. Ja, maar ik heb nu een 911 en dat zijn ook van die punten die waar ook die ook al ontploft, toch? Ja, en die moet je ook sowieso, meteen doen. Ja. Dat heb ik ook nog niet gedaan. Dus dat is wel weer iets. Het is wel ook weer zo'n probleem waar potentieel meer over gepraat wordt dan dat er echt problemen mee zijn. Ja.
Er is, als je zoekt, ik zou ze niet weten waarom precies, maar er is een filmpje van een Duitser met een rode coupé, een E92, die eindeloos lang donuts en burn-outs maakt. En op een gegeven moment zegt op het blog van, hey, weet je, dit is goed, ik gooi me ingewanden hier op straat. En, ja. Nou, dat is volgens mij wel een gevolg van heel lang doorgaan. Een hele warme olie, dan houdt het een keer op met smeren. Volgens mij is die autotruis later in Nederland opgedoken met een nieuw motorblok. Dus als je een rode coupé hebt, dan is er misschien een video met een wit kenteken van te vinden. Maar dan heb je dus wel een nieuw blok. Ja. Nou. Maar ik denk dat het meevalt, maar wees je ervan bewust dat het potentieel een slijtageonderdeel is die lager schaal. Het enige andere grotere aandachtspunt is de gasklep. Er zit een plastic tandwiel in en die tandjes ervan breken af. Ja. Dan wordt er niks meer versteld en krijg je natuurlijk allerlei foutcodes, gasklep die niet doet, et cetera. Yeah. Volledige gasklep is natuurlijk duur, hè? Een Porsche onderdeel van voor mij, ik denk, 1000 euro plus. Er zijn ook revisiekitjes voor bedrijven die dat repareren, dus het hoeft geen halszaak te zijn. En wat wel een probleem is voor BMW-rijders, die hebben vaak allergische reactie op materialen in het interieur. Dus die kunnen dan, wat je dan niet meer kan doen, is zeg maar die hendel zeg maar links van het stuur bedienen. Waar is die voor dan? Ja, dit is voor in deze auto, we zitten in de Defender trouwens. Is dat wel zo'n waarschuwingslamp? Ja, kijk, knippert die weer zo'n pijltje naar links. En wanneer doe je dat dan? Nee, geen idee. Ik zit ook te kijken, ik kan ook naar rechts laten knippen, ook leuk. Ik zie in de buitenkant niks in de spiegel. Ik weet ook niet of dat op een M3 zit hoor, zo'n stengel. Dat denk ik niet. Maar ik weet dat sommige mensen hebben daar allergische reactie, die kunnen dat ook gewoon niet. Weet je, als je dat dan vaak bedient, ja, dan krijg je gewoon uitslag op je handen. Nu in coronatijd natuurlijk toch al, hè, vaak je handen dingen aanraken. Je handen natuurlijk desinfecteren, et cetera. Waar ging het ook over? Oh ja, de M3. EDC-onderstel, adaptief onderstel is een aanrader. Non-EDC, dus het vaste onderstel, is wat sportief stug. Met EDC heb je daar optie in, comfort of sport. Ja. Probeer het in ieder geval een keer uit als je de mogelijkheid hebt. Ja. En de remmen, dat houdt niet over. Hè? Dat was bij BMW M-producten van wel eer, was dat vaker. Ja. Ligt een beetje aan hoe je ermee rijdt. Ja, als je circuit gaat doen, dan kom je dat veel sneller tegen dan wanneer je er vooral mee naar je werk op en neer gaat rijden. Ik vind dat ook soms wel een beetje dat mensen heel erg wat aanpraten. Ja, de remmen. Nee, dat is niet zo goed. Ja, maar rijden dan screen. Nee, dat niet. Maar goed, het is wel. Maar als je gebruikt exemplaar koopt en er zit een upgrade remmenset van AP op of betere remblokken, et cetera. Dan weet je dat er maar gewoon. Dat is in ieder geval hard mee gereden, maar ook iemand die er wat aan gedaan heeft. Ja. Dus het is tijd voor iets super betrouwbaars. En het komt natuurlijk uit het land van de reizende zon. Japan. Een niet-Duitse kandidaat. En we hebben een niet-Duitse kandidaat. We hebben zeker wel. 4 hele exemplaren op marktplaats te vinden. Nee, wat we echt oprecht heel erg meevalt. We hebben er van de week eens hier rijden. We hebben een witte. En dat was niet de persdemo. Nee, dat hebben we ook even gehoord. De Lexus ISF. Weet je, dat is wel echt een Japanse BMW 3-serie, dus lekker achterwielaandrijving, een mooie sportieve sedan met ook genoeg luxe en zo. De ISF is met een V8, 5 liter groot, beetje rare aandrijflijn, ik moet het goed zeggen. Want wat je daar heel erg hebt, is zeg maar tot 4000 toe of zo, is het redelijk tammetjes en dan gaat de klep in de uitlaat open en dan er gebeurt er opeens van alles, ook qua herrie en zo. Ik moet hier toe. Zit in een auto waarmee je overal kan ritsen toch? Ja, precies. Bam. Kijk, een Hyundai Getz even opzij gebeukt. Ik denk dat ik net zo hard door de bocht kan als een Hyundai Getz. Denk je ook niet? Maar remt het mooi zo de bocht in zie je. Ik wacht niet met zo'n uitwaaiend achterkantje. Hij zit op senior bekart, hoor. Dat kan je niet missen. Ja, precies. Ik zal een beetje ruimte geven. Een beetje. Hij loopt gewoon bij ons uit. Oh, ja. Ik liet hem. Dat kost haar letterlijk. Ja, dat is ook sportief. Soms mensen laten winnen. Ja, dat is waar. Maar we hadden het over Lexus ISF. Blok wat een beetje jack on hide. Ja, ook variabel inlaatspruitstuk. Ja, en dan pas gaat hij zeg maar echt power leveren. Dat vond ik zelf niet per se altijd even prettig karakter, maar het is wel apart. Laat het daar zo op houden. 423 pk, 505 Nm koppel. Overigens wel grappig. Leer je eigenlijk uit dit rijtje ook wel. Een atmosferisch blok
heeft ongeveer, en dat hangt een beetje van zeg maar, hoe sportief en hoe het verder is ingericht, 100 Newtonmeter per liter slagvolume. Dat is een beetje de bovengrens. Dus de Mercedes, 6,2 liter groot, 600 Newtonmeter koppel. De BMW, 4 liter groot, 400 Newtonmeter koppel. De Lexus, 5 liter groot, 505 Newtonmeter koppel. Dus dan weet je ook ongeveer, je hebt iets geleerd. Nutteloos feitje, kan je verder niks mee, maar ja, toch fijn om te weten. 0 tot 100, eigenlijk wat langzamer dan de andere twee, 5,1 seconden. Het zou ook kunnen dat ze gewoon wat conservatiever zijn met het opgeven van die cijfers. Want ze stopwatch is heel betrouwbaar. En die zijn heel betrouwbaar, dus die geven een echt goed cijfer weer. Tot zijn er 270 ook weer begrensd. En er is maar eigenlijk maar één echt aandachtspunt. De leaking valley. Dat is lekkage tussen de cilinderbanken. Maar ja, goed, dat ga je ook wel snel zien. Het is wel weer wel wat meer werk om te fixen. Want ja, dan moet alles eraf en gefixt worden. Maar verder relatief betrouwbaar. Zo'n Lexus ISF. En 270 was wel harder dan dat de Duitse kandidaten destijds mochten. Ja, die waren, hadden natuurlijk volgens mij wel weer hogere begrenzers optioneel. Ja. We hebben niet over prijzen gehad, hè? Nee. Wil je daarheen hameren? Ja. C63. 21 tot 55.000 euro, dat zeg maar het aanbod op marktplaats nu. Ja. 35 zit je goed in het midden. Ja. M3, 29 tot 48. Echt zeer vergelijkbaar. Iets smaller bandbreedte, ja. Wederom 35, ja. Mooi in het midden. Ja. ISF, 30 tot 45. Nou ja, dan goed, het zijn er maar vier. Dus waarschijnlijk één van die vier kan je kopen. Ze hebben toch allemaal alle opties, behalve het schuifdak. Of juist wel het schuifdak, ja. Zo ging dat band van die kant. En dan hebben we nog een vierde optie. En dan weten jullie natuurlijk precies welke kant we op gaan als we het hebben over het cijfer 4. Maar dat is niet die auto waar de 4 in het type Duitsland. Het is niet eens Europa. Nee. Eerder deze week gingen wij filmen in Zeeland. Ja. Stond ik de hele dag gebukt achter mijn camera. Dus ik heb een beetje mijn nek verbrand. Dit is een lastig bruggetje, hè, naar een redneck. Het wordt namelijk ook wel de vierdeurs Corvette genoemd. Ja, Cadillac CTS-V. En dan van de tweede generatie. 6,2 liter LSA, dat is een afgeleide van de LS9 zoals die in de Corvette ZR1 zat. Dus met een enorme supercharger erbovenop. Nou, dan zeg je supercharger, dan weet je het wel, op een V8. 564 pk en 774 Newtonmeter. Dat is wel echt fors meer dan de andere drie. Maar een CTS is wel 5-serie. Nee, dat is de STS. Ja, nee. Ja, het is verwarrend, hè? Maar je hebt ook de ATS. Dat is een BTS. Nee, het is een maatje groter. Oké, maar kost ongeveer hetzelfde. Dus het kan wel. Ja, voor dezelfde bouwjaar. Ja, ja, zeker. Ook tussen de jaren 2008 en 2014. Dus het is allemaal rond die leeftijd, deze kandidaten. Geleverd met een automaat. Je verwacht die van een Amerikaan. Of een handgeschakelde zesbak. 747 Newtonmeter met een handgeschakelde zesbak. Ik heb het moeten oplezen. De Tremec TR6060. Die je ook terugvindt in onder andere de Viper, allerlei dikke Corvettes en de Holdens. Die Australische sedans met 6, 7, 800 pk. Ja. Zo'n handbak is dat. Dat is waar, helemaal. Heb je al nog even een goede. Doe ook streep, daar mag je helemaal niet omheen. Ja, sorry. Normaal sta ik. Helemaal tijd. 0 naar 100, 4 seconden. Ook weer standaard met een sperdifferentieel. Een bijzonder vondst, zowel voor de automaat als de handbak, 4 seconden. Nou, volgens mij is dat met de handbak ook wel even na, of die automaat is heel langzaam, dat ik me zo niet voor voorstellen. Dan moet je ook flink doorschakelen. Ik kan me wel voorstellen, nog destijds in 2008 kwam deze auto uit. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat die automaat langzaam was. Ja, het is geen Duitse precisie instrument. Nee. Topsnelheid 282 voor de automaat. Kan ermee door. 308 voor de handbak. Dat is wel serieus grappig. Ja, dat is echt. Overigens, de andere kandidaten, ik weet niet of je bij de Lexus de begrenzers eraf kan fietsen, maar bij de C63 en M3 zijn er zeker wel mogelijkheden voor. Lijkt mij, ja, die lopen ook wel dat soort snelheden. Daar ga je wel de 300 mee toppen in principe. Prijzen vond ik 23 tot 55.000 euro, maar er stond er ook twee te koop. Dus dat was één van 23 en één van 55. Maar ik keek even bij onze oostenburen en daar stonden er toch wel een stuk of 20 te koop.
echt heel graag wil, dan... Het is wel grappig, hè, dat er meer... Ja, Amerikanen, dat is ook, je hebt ook wel wat van die specialisten, die Geiger, dat is een Duitser die Amerikanen tuned en hummers importeerde en confetti, dat weet ik veel. We zijn ondertussen in de tunnel. Het is al donker. Het is best donker. Ik een lamp aanzetten. Dat is een lamp. Dat is het werk van de SOS niet. Dat is een schietstoel. Maar knip even naar na de tunnel. Snel dichterbij. Ik kan me niet herinneren dat de Defenders zo vlot waren. Ik voelde niet idee. In Duitsland staan er dus wat meer te koop aandachtspunten. Als eerste specifiek niet eens een aandachtspunt, maar qua tuning potentieel overtreft deze andere drie natuurlijk ruimschoots met de supercharger. Ik zocht even Amerikaanse sites. Je kunt een 600 pk kit krijgen, 700, 800 op ethanol, 900 pk. En dan dat er nog voordat je andere turbo's wat ik voor erop kan schroeven. The sky is the limit met dit soort auto's. Yeah. De echte aandachtspunt die ik vind was een ratel in de supercharger. Ik denk als je een auto in 2008 koopt en die had dat kort nadat hij nieuw was, dat het inmiddels of opgelost is of dat die auto niet meer bestaat. Hij heeft een variomagnetisch onderstel. Die magnetic ride. Magnetic ride inderdaad, met ijzerdeeltjes in de olie, waardoor de demper stijver kan worden. Die willen nog wel eens kuren hebben, zowel de dempers als het aansturingssysteem. En er is natuurlijk niemand in Nederland die een Cadillac voor je kan repareren. Dat kon wel lastig zijn. En uit de kofferbakslot kan een probleem mee zijn. Als je een ding in je spiegel ziet wapperen, dan weet je dat hij niet goed dicht zit. Ja. Voor de rest zijn volgens mij zeer degelijke auto's. Bij de LS motorserie zijn voetsporen wel verdiend. Want die drukken ze overal in. Van bestelbusjes tot en met de Corvette. Aan de motor zal het niet liggen. Nee. Wel, ik vind, dit is wel een gekke kandidaat, hè? Want dit is, er staan er, die Lexus is natuurlijk ook een beetje gek, er zijn er ook wat minder, maar hier, dit is echt, staan er nu twee. Ja, maar ik wil gewoon graag een auto met een LS-motor uitzetten. Ja, dat snap ik, In dit rijtje ontbreekt een auto waarvan jullie misschien denken, waarom zit hij er niet in? Want die zou ik kiezen. Audi RS4. Te Duits. Te Duits, ja. Dan hebben we er al twee van. Veel aangedreven wielen. Wel vierwiel en een ander karakter. Hè. Ergens niet, hè. Als je gewoon snelheid maken en noem maar op. Maar het is toch een wat braver qua rijden en zo. En het is allemaal achterwiel aangedreven, kan je nog eens even lekker veegje mee zetten, mocht je daar zin in hebben. Dus het is niet zo dat we de RS4 zijn vergeten, maar we dachten, we moeten een keer even niet voor een Audi kiezen. Je krijgt wel weer al die verwijten. Je kiest alleen maar Duits. Ja. Maar die verwijten krijgen natuurlijk potentieel sowieso weer, omdat we nu uit deze vier moeten kiezen. Wat zou je willen hebben? Nou, wat zou je willen hebben? De M3. Ja, dan breng ik twee andere kandidaten in, maar stiekem vind ik M3, sedan, hè? Dus de huidige M3 is altijd een sedan, maar dat is gewoon wat ik gewoon heel erg leuk vind. Die V8, lekker een beetje toeren, ik vind het mooi, ik vind de C63 ook mooi, maar ik vind de M3 van destijds vind ik toch gewoon gaver. Dus ik zou door jou een auto aan te smeren deze keer. Ik kan altijd een auto verkopen worden. Precies. Je was helemaal niet naar op zoek en je komt er toch mee thuis. Toch mee thuis, want ik keek naar een C63 of een EISF. Maar het werd een M3. En wat zou jij? Een Cadillac. Ja, gewoon omdat dat een beetje de joker in dit verhaal is. Ja, en een LS. Ik vind het zo gaaf. Dan zegt maar iedereen, ouderwets, Amerikaans, één middenliggende knock-ass. Kijk wat ze ermee doen. Ja, toeren, vermogen, betrouwbaarheid, het komt er aan alle kanten uit. Ik vind het er ook nog gaaf uitzien, die Cadillac. Weet je, dat hoekige New Edge design dat ze toen deden. Zeker. Je ziet ze nooit hier. Nee. Dat is wel echt niemand die weet wat je hebt. Ze staan alle twee te koop. Ik denk dat ze allebei ook later geïmporteerd zijn. Ik vind het gewoon gaaf. Ja. Dan eigenlijk in Duitsland zag ik er eentje staan met 700 pk en een handbak. Dat komt gewoon nooit weer in een sedan. 700 pk met een handbak en een supercharger. Je hebt toch van die G-Power-kitjes voor M3? Je kan er gewoon een turbo erop en rijden er ook onder. Met een handbak. Dat is niet hetzelfde. Ja. Nee, de Cadillac voor mij. Ja, de Cadillac. Nou, en ik de BMW. Hebben we lang genoeg geluld over de auto's? Nog een lul over de auto waar we in zitten? Die hebben mensen al gezien.
Ze goed is wel, ja. En dan zien we hem binnenkort. Nee, ik denk ze mogen zien. Nee, dat ze mogen zien. Ja. Anders moet je even het kanaal terugzoeken. Nee, dit is de nieuwe Land Rover Defender. Echt. Ja. Ja, doet er maar twee. Een 90 en een 110. Ja. Deze motor. Oh, Spreek hierom. Super. Echt, hebben ze helemaal goed gedaan. Maar goed, kijk dan even de rijtest. Comment van de week? We hebben niet uitgezocht. Nee, sorry, we hebben geen comment van de week. Algemeen wil ik jullie graag bedanken voor het warme welkom. Ja. Ik heb overigens niet de ambitie om de nieuwe Wouter te worden, zoals sommige mensen vreesden of hoopten. Ik vind het wel leuk om jullie iets over auto's te vertellen. Precies. Laat maar weten, hè, als jullie suggestie hebben voor aankoopadviezen, steunbetuiging aan Martijn. Power sedans voor Wouter. Power sedans voor Wouter. Martijn. Wil ik gewoon nog wel een keer. Dat is wel echt zo dat ik echt denk, ja, dit is gewoon, we staan nog steeds gewoon op die bucketlist. Om gewoon een keer, en dan het liefst inderdaad gewoon een sedan. M3 sedan. Lijkt me heerlijk. Heb jij een M3 sedan? Wil je Wouter een goed aanbod doen? Vul het hieronder in. Inruil 996, bespreekbaar. Ja. Zoiets. Nee, die blijft voorlopig nog even. Moet erbij dan. Zoiets. Maar goed. Bedankt voor het kijken. Reactie hier. Zit het knopje voor het belletje. Ja. Aanklikken. Notificaties. Abonneer. Duimpje hieronder. Precies. En reacties geven. En we zien jullie weer in een volgende video. De mazzel.